Goedemorgen, lieve vrienden. Ik wens jullie allen een hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Er zijn er sowieso, wat ik weet, 3 binnen. Dat is die rode, en dat is mijn hondje, en dat is mijn prinsesje. Nou, de kleine soort witje is, weet ik niet, die kan buiten zijn. Het is nog vroeg. Het is 9:37. Het is 25 september vandaag. Vandaag had ik dus 10 jaar getrouwd kunnen zijn, hè? Had ik een klein feestje met mijn mannetje gehad. Maar nee, hij is boven in de hemel. Doet zeer. Ja, ik heb vandaag, ja. Ik weet het even niet, nee. Maar in ieder geval. Zometeen komt Rebecca, ik ben met koffie bezig. Moet mijn broodje nog even klaarmaken. En dan ga ik eventjes dat nuttigen en wachten tot het Rebecca is. Ik zou in ieder geval tegen jullie zeggen, geniet van jullie dag. In alles wat jullie doen gaan. En ook, ja, abonneer je op mijn kanaal. En heb veel plezier in alles wat je ziet. En doe ook de duimpje omhoog. Zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, daar zijn we dan weer even. Ik ben met allemaal vlogjes bezig. Mijn partner nog, ja, deze is even een kwartier. Ik heb er net ook al eentje naar YouTube gebracht van afgelopen zondag, want daar had ik ook nog niet erheen. Er stond nog op mijn camera. Deze is van gisteren. Dus ja, ook daar ben ik nou mee bezig. Ik ben de woorden helemaal kwijt. Al wat erg. Nou, de videopad is nou bezig. Renderen, hè. Nou, die ligt daar met zijn melkkorrel, omdat ik zometeen weer naar boven moet. Want Rebecca die mag momenteel niet alles doen. Dus ik moet zelf ook eventjes weer de armen uit de mouwen steken en zelf weer even wat doen. Wat is de meisje? Oh, nou, er is er weer een hoor. Ja. Ja, meisje. Ja, ja, schat. Och, hoe zit ik hier? Och, hoe zie je? Hé, ja nou. Ja? Is het zo? Oké. Ja, die wil er aandacht hebben, hè? Dat is logisch. Maar Rebecca die had getrakteerd. Ja. En kijk eens, wat lekker. Een appelkruimel, fly. De reden, ja, dat ga ik niet vertellen. Ze had het erover, we hebben allebei toch wel een beetje een feestje. Hè, omdat ik dus vandaag 10 jaar getrouwd had kunnen zijn. Zij had een klein feestje, dus ja, even van een gebakje weten te genieten. Ik zal het zo in de koelkast zetten en dan ja, kijken of ik visite krijg, ja of nee. Het zal wel niet. Nee. Maar er komt een luchtaanzeilen van Alfree, daar zeg je u tegen. Ja, helemaal donker. Oh, ik krijg het niet gedaan. Ik moet even anders doen. Doen we het zo. Ja, heel erg donker. Maar wel een mooi gezicht. Of niet dan? Ja, en daar is nog blauw. Ja. Nou, en... daar is het aan de voorkant en aan de tuinkant is het ook nog blauw. Ja. Daar is het prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt. En hier en daar een klein wolkje. Vliegtuigstrepen door de lucht. Dus ja, dat ziet er geweldig eruit hoor. Dat ziet er echt. Kijk, hier komt de donkere lucht ernaast zijn. Maar daarom ziet het er mooi uit.
kerk. Toch mooi? Ja, dus... Maar dat komt allemaal goed hoor. Ja, jullie zullen mijn handen wel zien, kan er niks aan doen. Kom jij even weer terug, dametje? Hé, hey, kom jij weer even terug? Hallo? Hallo, dame. Nou, dan ben ik verplicht om even de tuindeur open te laten. Maar ja, oké. Komt allemaal denk ik vast wel goed. Dat zodra ze een druppel regen voelt, komt ze al aangevlogen. Het wordt gelijk donker, hè? Jeetje. Maar oké, mijn bril is ook donker. Hoe vinden jullie dat? Ja, even in het zonlicht gezeten. Kan er niks aan doen. Meekleuren de glazen. Dan heet je dat, hè? Ja. Ik ga mijn koffie doen. Ik zal kijken of mijn poezebeestje terugkomt. Ik kan de deur weer dicht. Warmte erin houden. Hoef je ook niet zo snel de kachel aan. Dus ik ga aan het werk. Tot straks. Ja, goedenavond lieve vrienden. Het is 16 minuten over 6. Ik heb vanmiddag gehuild. Omdat ik even wakker werd geschud, laat maar zeggen. De postbode die gooide wat in de brievenbus. En ik kreeg een hele mooie, lieve kaart. Van iemand die jullie al wel een klein beetje kunnen. Want als zij hier al is... Dan vlog ik haar ook. Vind het helemaal niet erg. Het is wel een oudere dame. En ze komt altijd nog met haar auto deze kant op. En daar zat een kaart in. Speciaal voor vandaag. Ik zal het jullie laten zien. Even zien hoe ik dat moet hebben. Ja, dat is zo lief. Ik kreeg hem dus van Corrie. Hallo Corina. Vandaag, 10 jaar geleden, was het een dag vol blijdschap en geluk. Nu zijn we, vooral jij, veel verloren. Maar laten we denken aan alle goede momenten die er zijn geweest. Maar ook die er nog gaan komen. Ondanks het gemis. Ik denk vaak aan jullie, jou. Tot ziens, veel liefs, groetjes, Corrie. Nou, ja. Is toch mooi? Dat doet me goed, ja. En er zit er eentje op mijn schoot. Een meisje toch? Ja. Die heeft vandaag ook niet... Die heeft vandaag een paar keer aan het braken geweest. Kon ik achteraan gaan. Ja, ga dan op de grond, schat. Zo. Ja, en daar zit er ook nog een. Ja, bruin. En daar ligt er een op de bank. En de rode, ja, die had ik ook binnengeladen, maar ik weet niet waar die is. Nee. Dat, ik ben mezelf vandaag niet, neem het me niet kwalijk. Ik heb ook hoofdpijn en ik ben nog wat misselijk. Dat ik zal straks ook mijn vest weer aan doen, want ik vind het koud gaan worden. En eerst maar even met de vest de boel regelen. En als het dan al nog kouder wordt, dan doe ik de kachel weer aan. Ja. Maar ik hou me nog zoveel mogelijk uit. Om te zien of ik, hoe lang we dat vol kunnen houden. Want we krijgen ook weer mooie dagen. Dat hij gaat enkel wanneer ik uit mijn bed kom, gaat hij eventjes aan. Om de kou eruit te halen van de nacht. En dan s'avonds doe ik hem ook weer even aan. Maar halverwege de avond gaat hij ook weer uit. En dus, ik weet niet hoe jullie dat doen. Maar ik doe het momenteel wel eventjes zo. Want ik vind het met het mooie weer, vind ik het zonde om die kachel aan te hebben. Want dan heet de zon van buiten, die brandt al lekker nog aan. En dan die komt nog binnen. Want ik heb de hele dag zon in de kamer. Als het zon schijnt. Maar ja, het schijnt altijd. Maar ja, achter de wolken, dat voel je niet. Maar oké, lieve vrienden. Ik zal straks voor mijn diertjes gaan zorgen. Het is bijna 7:30. En
daarna ga ik zelf mijn pizza in de oven doen. En dan ga ik lekker pizza eten. Ja, is weer eens eventjes wat anders. Ik heb alweer meer dan een jaar niet gehad. Ja, met mijn mannetje was het zo. Meer dan anderhalf jaar al. Want de laatste keer was het nog met mijn mannetje, ja. Dat was de week voordat ik kwam te overlijden, hebben we nog samen aan de pizza gezeten. Daarna heb ik geen pizza meer gegeten. Geen behoefte, nee. We aten iedere week, meestal op de maandag, want op de maandag deed ik meestal boodschappen. Maar dan was het ook een drukke dag. En dan nam ik pizza mee en die, lekker makkelijk. Nou, en soms dan hadden we ook wel eens patat, maar meestal pizza. Maar ja, is nou niet meer nodig. Ik eet nou wanneer ik daar zin in heb. Nou, en ik had er echt geen behoefte meer aan. En ik denk, nou, neem dan pizza mee. Lekker. Hé, meisje. Kijk niet naar het vogeltje. Maar ook heel lieve vrienden. Oh, daar is mijn rode. Kom maar dan. Kindertjes. Oh, mauw. Mauw. Hé? Ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En ik spreek jullie straks nog. Ik zou zeggen, toedeledokies. Ja, lieve vrienden, het is tijd om naar bed toe te gaan. Het is alweer veel te laat. Ik zal even kijken hoe laat het is. Het is 1:42. Ja, nog op tijd voor mij doen. Maar het was een lange, zware, vermoeiende, emotionele, verdrietige dag voor mij. Dat ik ben wel aan een slaapje toe. Dat ik zou zeggen, wel trusten en graag. Diertjes zijn allemaal al boven, dus ik ga er nu achter zeggen doei doei.